Allemaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je echt een heel leuk mandje kan maken. Wat heb je hiervoor nodig? Ik heb blauwe elastiekjes. Het is ook mooi als je het met bruine elastiekjes doet. Een rainbow loom en een haaknaald. En als hengsel een fishtail armband van 14 elastiekjes. Ik plaats in de beschrijving een link waar je deze fishtail armband kan maken. Tenminste, welk videootje. Wat we nu gaan doen, we pakken een enkel elastiekje, we vouwen die dubbel en we haken het slot, zou ik maar zeggen, van de fishtail armband daarin. Dan pakken we onze rainbow loom erbij. Hij wijst één punt uit en plaatsen deze aan deze kant. Hetzelfde doen we met de achterkant. Hak ik door mijn haaknaald. Pak een elastiekje, die vouw ik dubbel. Haak hem ertussen. En plaats hem hier neer. Je kan dit ook aan de achterkant van je haaknaald of van je rainbow loom plaatsen. Dat doe je dan gewoon zo. En nu heb ik de fishtail aan de achterkant zitten. Dat werkt voor mij makkelijker. Oké, ik pak nog een elastiekje. Die vouw ik dubbel of maak een ketband van 2. Wat je maar wil. En dan plaats ik zo een rondje. Ja, meer een ovaal. Op mijn bord. Hier hoeven we dus niks te doen, want daar hebben we het al gedaan. Nog 2. Zo. Zo, dit rijtje moet je hebben. En nu doe je alles goed naar beneden. Oké, nadat je alles goed naar beneden hebt geduwd, pak je nu enkele elastiekjes. Deze hoef je niet dubbel te vouwen. En plaats je ook over het hele rijtje wat we nu al hebben gehaakt. Of gehaakt, geplaatst. Sorry. Zo, nu dat ik het tweede rijtje erop heb geplaatst, ga ik naar onderen toe en haak ik de onderste 2 elastiekjes op iedere pin. Dus dit is de eerste en dit is de tweede. Dus eigenlijk zorg je dat die over de pin heen gaan. Dat doe je bij iedere. Ik doe meestal eerst de bovenste en daarna pas de onderste. Vooral omdat de eerste rij heel strak zit. Omdat we de 2 elastiekjes eromheen hebben gedaan. Je kan ze ook in één keer pakken. Wat jij het liefste hebt. Nu draai ik mijn rainbow loom op. En dan ga ik aan deze kant precies hetzelfde. Nadat we de eerste rij gehaakt hebben, duwen we alles heel goed naar beneden. Nu gaan we nog meer elastiekjes erop plaatsen. Steeds enkele elastiekjes. Je maakt niet uit hoe je het bord houdt. Het is altijd dezelfde beweging die je maakt. We moeten
in principe 6 keer haken. Ik zal er 3 voor doen. En dan doen jullie er ook zelf 3. Met de stopknop aan, zou ik maar zeggen. Op. Zodat ik niet alles hoef te filmen. Dat vind ik ook fijner. En je haakt alleen maar met enkele elastiekjes. Nu ben ik klaar. Pak ik weer de onderste 2. Even kijken waar ik ze het beste kan pakken. Aan de achterkant haak je die. Ik zou hem wel even zo houden. Oké, en nu duw je weer alles naar beneden. En nu hebben we rij 2 gehaakt. Oké, nu gaan we er nog met 1 enkel elastiekje het hele rondje af. Zo, die heb ik eraf gedaan. En nu haak je weer de onderste 2. Ik zie dat deze 2 elkaar overlappen, dus die haak ik als eerste. Zorg dat je aan het einde op elke pin 2 elastiekjes of 2 ringetjes erom hebt. En dan draai je hem weer om en haak je deze kant. Nu druk je ze naar beneden. Nu heb je de 3e rij gehaakt. En nu mogen jullie verder met nummer 4, 5 en 6. En dan kom ik dadelijk bij jullie terug als ik rij 6 ook heb gehaakt. Tot zo! Daar ben ik weer. Ik heb 6 rijen gehaakt, zoals je kan zien. En nu wat ik het eerste doe, is deze groene band naar de zijkant wippen. Nu pak ik mijn haaknaald erbij. En nu ga ik erin. En dan pak ik alle elastiekjes die nog op de pinnen zitten. Dit is wel een gedoetje. Dus als je het niet lukt, zorg anders voor hulp aan je. Vraag aan hulp aan je ouders. Of nichtjes of vriendinnen. Ja, zo, ik heb alles. Nu wip je deze eruit. Zorg dat je de groene hengsel goed pakt. Nu heb je hem eigenlijk af. Wat je nu hoeft doet is een enkel blauw elastiekje pakken. Die op je haaknaald zetten. En zorgen dat alle elastiekjes er op dat ene elastiekje komen. Zo. En dan schuif je ze allebei op de haaknaald. En dan haal je weer de onderste vanuit het bovenste heen. Dan trek je hem aan. Mij sprong je kapot. En dan is nu het mandje af. Ik kan hem er ook nog even in stoppen. Ik vind het trouwens meer lijken op een emmer, maar ja. Pech. Als je hem boven nog dicht maakt, kan het misschien wel door als een kerstbal. Maar ik zal er ook nog een ander videootje van weergeven. Hoe je een kerstbal moet maken. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En als je nou een Barbie pakt. Zo, een Barbie pakt. Ja, ik kan er niet helemaal zien. Maar dan is het een prima tasje. En ik denk dat ik hem zo ook ga noemen. Barbie tasje.
Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Ugloom. Doei doei!